Hallo, goedemiddag, welkom bij Bienen en Vara, dit is Mauri. Ik ben aan het werk voor Rabona TV, maar bienen mogen me altijd bellen. Kom op! Oh, oh god! Kijk, oh my god! Kijk, filmen! Hallo, een hele goede middag! Welkom bij Rabona TV! Bij wat? Mijn naam is Mauri, ik ben van Rabona TV en ik ben in Den Bosch vandaag net als jullie. Wie zijn jullie? Ah, nee, ik dacht Eindhoven. We zijn in Den Bosch. Ja. Gezellig. We zijn een compleet verkeerde stad. Ja, oh. Maar mag ik vragen wat erop staat? Bienen en Vara. Ja, Bienen en Vara, mooi hè. En wat voor onderwerpen hebben jullie hier? Ja, kennen jullie first dates? Ja, tuurlijk. Ja, dat is mooi hè, of niet? Ja, zeker. Wat? Ja, heeft u ooit een ongemakkelijke date gehad, of niet? Ik heb ooit een ongemakkelijke date gehad, ja, zeker weten. Ja, en wat gebeurde er op die date? Ik liet mayonaise over mijn broek heen vallen. Oh, en toen zei ze dat ze haast had. En toen ging ik douchen. En zij is weggegaan. En later kwam ze terug, terwijl ik aan het douchen was. Maar toen komen ze met een andere kerel terug. Wow. En het enige wat ze toen nog wou, was samen de vuilnis buiten zetten. Jezus, je bent wel goed gedumpt dan. Maar hoeveel mensen willen jullie interviewen? Hoeveel? Hoeveel mensen willen jullie interviewen? Hoeveel mensen willen wij interviewen? Een stuk of 100, denk ik. Oké, nou dat zijn er wel heel veel. Ja. Wij minimaal 20. 20. En nou, we zitten nu op 4 mensen volgens mij. Oh, 4 mensen? Ja, en het, ja, kijk, weet je wat het is? Dit is een straatje waar mensen heel snel willen, weet je. En vooral daar een eindje verderop. Er komt wel veel richtingsverkeer aan. Ja, klopt ja. Ja. Zelf nog nooit in Den Bosch geweest namelijk, maar ik hoorde wel van dat het een leuke stad was. Maar waarom zijn jullie hier op pad dan? Waarom? Wij zijn voor first dates zijn we mensen aan het interviewen. Oké. En we zijn al overal zijn we al geweest. Ja. Dus we dachten, laatste stad is Den Bosch. Ja, oké. Maar, waar slaat het op dan, first dates? Heb jij dat bedacht? Ja, dat heb ik helemaal zelf bedacht, first dates. Ja. Oké. Okay. Kwam zo uit mijn creatieve koken. Met hem natuurlijk, hè, met hem. Oké, okay, ja. En hoeveel dates heb je al gehad dan? Hoeveel dates ik heb gehad? Ja, nog geen één. Maar kijk, jullie stellen iedere vraag over first dates. Stel mij eens een vraag over first dates. Ja. Wat was jouw leukste first date? Mijn first date was niet de eerste, maar wel leuk. Ja? Dat was samen fietsen. Oh, dat vind ik wel gezellig. Romantisch fietsen. Waar? Samen het vuilnis buiten zitten. Romantisch. Samen de afwas doen. Romantisch. Even kijken. Samen uit eten in een pizzeria. En zelf je pizza maken. Wat ook, voor pizza houdt ervan? Ik heb er van alles opgegooid. Ik hou voornamelijk van groenten. Groente. En kaas. En kaas. Meneer, daar hou ik dan weer niet van. Pizza. Maar dat maakt niet uit. Wat ook leuk was tijdens mijn date, was samen autorijden. Paardrijden, de gevaren in een schip, op een schip, in een boot. Oh. Maar je hebt wel veel dates gehad, of niet? En hoeveel mensen stelden jullie, hoeveel vragen stelden jullie aan de persoon hier in Den Bosch? We zijn net pas begonnen, dus ik denk 10 vragen of zo. Nee, 8 vragen. 8 vragen is. Oké. Nou, dan heb ik ook een vraag voor jou. Ja. Wanneer denk jij dat jij je laatste date zou hebben, nadat je getrouwd bent? Nadat ik getrouwd ben, mijn laatste date? Ja. Dan heb je toch niet echt... Zo. Een goede vraag zeg. Nou, ik weet sowieso niet of ik wil trouwen eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Denk het niet. Nee, ben ik allemaal niet zo van... is allemaal bindend, weet je wel. Allemaal gezin in. Ja, bindend. Dus ik denk wel dat ik altijd gewoon lekker veel first dates zou hebben. Maar wat nou, als je heel graag wilt daten... En je bent jong en je bent een man of een vrouw, dat maakt niet uit. Je wilt heel graag daten, maar je bent te veel aan jezelf gehecht. Zeg maar, je bent te veel aan jezelf vastgeknoopt. Ja. En je kan jezelf moeilijk loslaten. Ja. Je kan jezelf moeilijk geven aan een ander. Ja. Of het proberen. Wat moet je daar nou aan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Nou... Daar word ik wel even stil van deze vraag. Oké, okay. Want er zijn mensen die willen heel graag daten, maar die zijn gewoon verslaafd aan hunzelf omdat ze gewoon niet beter weten. Oh,
Ja, daar heeft hij meer last van. Ik niet. Wie van jullie is hier de liefdesdeskundige? Hij is meer de liefdesdeskundige. Oké, okay. Nou kun jij me antwoord geven dan? Nee. Ik heb trouwens ook één vraag, een hele goede vraag. Hoeveel weegt een ijsbeer? Een ijsbeer weegt in totaal 358 pond. Oh. Zoek zo. 300 hoeveel? 300 pond. Ja, dat is wel genoeg om het ijs te breken, of niet? Een jonkje, een jonkje. Een jonkje. Ja, goeie. Heeft u nog een leuke openingszin? Hallo, goedemiddag, welkom bij Bienen en Vara, dit is Mauri. Ik ben aan het werk voor Rabona TV, maar Bienen mag me altijd bellen. Ja, heb ik nog een vraag? Hoe zorg ik nou dat ik een date krijg? Nou, dames en heren, hier is een hele leuke gozer. Hoe heet u? Ik heet Mauri. Mauri, hoe oud bent u? Ik ben 25. 25 jaar, hartstikke knap, grappig, intelligent. Heeft een leuk mopje? Jazeker. Ja, vertel eens. Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer? Zegt u eens. Een bankovervaller zou zeggen... geld of je schiet. En een voetballer zegt... geen geld of je schiet. Nee, ik vind hem grappig. Zo was je toch? Ja. Hij is mooi, toch?